Suriname heeft zeker vooruitgang geboekt op het gebied van HIV-AIDS-voorlichting. Meer mensen laten zich testen en hierdoor zijn meer mensen op de hoogte van hun status. Bij een HIV-positieve status kunnen zij eerder in therapie en kunnen complicaties voorkomen worden. Dit zegt Deborah Steinberg, HIV-AIDS Focal Point van het ministerie van Volksgezondheid, vandaag op Wereld AIDS-dag. Op deze dag staat wereldwijd de strijd tegen AIDS in de schijnwerpers en wordt er opgeroepen tot meer solidariteit met mensen met HIV en AIDS. Steinberg zegt dat er nog meer moet gebeuren. Mensen moeten nog altijd letten op hun seksueel gedrag. Als we kijken naar de cijfers, we moeten zeggen, we hebben niet veel landelijke cijfers, vaak in hele specifieke groepen. We zien natuurlijk wel dat mensen veel meer weten daarover. En toch zien we toch nog steeds dat de kennis best wel vergroot kan worden. En u weet, het is altijd wel een moeilijke stap van iets weten en iets doen. Dus er is zeker nog ruimte voor verbetering. En we kunnen zeker nog werken aan die kennis geven en mensen ook die stap laten doen van oké, daadwerkelijk gezonde leven. En wat we in zijn algemeenheid zien, en dat is ook bij HIV het geval, dat mensen toch wel laat in het systeem komen. Dat we zeggen, ze doen weinig aan screenen, weinig aan testen om de ziekte op te sporen. Want ja, er is nu zeker voor HIV al jaren is er behandeling. Dus mensen kunnen wel een heel goed leven. Maar dat wil zeggen, ze moeten wel eerst gaan vertesten. Zodat ze weten dat ze HIV geïnfecteerd zijn. En daarna op behandeling kunnen worden gezet. De zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat er ernstige complicaties en soms zelf dood optreden. Steinberg zegt verder dat de medicamenten, de zogenaamde AIDS-remmers, sinds 2005 gratis beschikbaar zijn voor geïnfecteerden in Suriname. De toegang was er altijd. Het moest gewoon door de geïnfecteerden worden opgezocht, geeft zij aan. Ook hierin is vooruitgang geboekt. Absoluut zien we vooruitgang, ook daar. We zien inderdaad dat het aantal mensen toeneemt die op therapie is. En dat is ook wel zo. Als ze HIV geïnfecteerd zijn, willen we dat inderdaad meer toegang hebben tot medicatie. Want internationaal hebben we inderdaad gezien dat mensen een heel normaal leven kunnen leven met medicatie. Wat natuurlijk niet altijd makkelijk is. Dat weten we allemaal van medicijnen. Maar het is inderdaad wel heel goed mogelijk om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Maar dat wil wel zeggen dat je die stap moet doen om te testen. En die stap moet doen om hulp te gaan zoeken. Deborah Steinberg, HIV AIDS Focal Point van het ministerie van Volksgezondheid, vandaag op Wereld AIDS-dag. Op deze dag staat wereldwijd de strijd tegen AIDS in de schijnwerpers en wordt opgeroepen tot meer solidariteit met mensen met HIV en AIDS.